Op station Dukenburg kwamen rond 2 uur ongeveer 25 leden van de extreemrechtse organisatie Vrijheid voor Nationalisten bij elkaar. Ze willen aandacht voor de in hun ogen onterechte vervolging van extreemrechtse aanhangers in Europa. De demonstratie maakte niet op iedereen indruk. Iedereen zijn mening, hè? Dus ja, het mag. Dus ja, waarom niet? Oh, ik lach er maar om. Ik vind het wel best. Ik ga lekker voetballen kijken met mijn kleinzoon. Dus, hè? Even leek het onrustig te worden toen een groep antifascisten zich meldde. Momenteel is Rosmalen vanuit Hongarije naar Duitsland uitgeleverd. Na een uur stapten de demonstranten weer op de trein. In het centrum van Nijmegen demonstreerden de dierenwelzijnsorganisatie Bite Back en Nijmegen tegen racisme. De ophef over de verschillende demonstraties is volgens Bite Back overtrokken. Nee, ik denk dat dat voor ons, wat ons betreft, hier in ieder geval overdreven is, zeg maar. Omdat wij hier staan, los van andere activiteiten die hier in de stad zijn en mensen gewoon bewust aan het maken zijn. Bovendien zijn we ook met een kleinere groep dan die grotere demonstraties die gaande zijn.